Kijkers van deze video. In deze video gaan we namelijk weer Dirtcraft spelen seizoen 4. En heel erg bedankt Tom Planeet om die intro te maken van Dirtcraft. Die intro is echt heel erg geweldig. Heel erg bedankt. Maar ja, dit is namelijk seizoen 4. Dit is al de tweede aflevering in seizoen 4. En ja, ik heb al heel wat progress gemaakt. Ik heb de laatste tijd heel wat gespeeld. Vooral in de avond. In de ochtend en de middag speel ik niet echt. Ja, ik ben voornamelijk van plan om nog mijn huis te maken. Ik ga beginnen om die turret weer weg te halen, zodat ik een mooie vloer kan maken. Ik heb ook namelijk even een hemdje aan. En ja, ik moet ook nog een beetje wat studeren. Dus na het maken van deze video ga ik meteen wat studeren. Alle andere examens zijn allemaal goed gegaan. En ja, de vloer wordt van die nieuwe blokken vanuit 1.12. Ja, dat is echt wel leuk hoor, dat die nieuwe blokjes. Ik kan die echt heel erg mooi gaan gebruiken. En de laatste tijd speel ik ook wel, als ik bijvoorbeeld op school even vrij ben, speel ik vaak voetbal. En meestal sta ik in de goal als keeper bij voetbal. Maar ja, als ik dan op het veld sta, kan ik soms ook wel een beetje verdedigen. Alleen in de spits staan bij voetballen, daar ben ik niet echt zo goed in. Want ik trap toch alle ballen naast de goal. En ook... Hopelijk vind ik ook het leuk idee dat ik een Romeins huis ga maken. Ik ben namelijk van een hele Romeinse stad te bouwen. Hier bij mijn basis heer ik het idee om misschien mijn Romeinse basis bij spawn te doen. Alleen ja, dat is dan toch niet leuk. Dus gewoon hier mijn Romeinse huisje gaan maken. Natuurlijk moet ook wel ruimen zijn bij dat huisje. Dus gaan we hier even geconcentreerd. Hier is ruimenplaats 1, 2, 3. Hier komt en dan... Gaan we even hier, 1, 2, 3, hier komt een raam, 1, 2, 3, en dan komt daar ook nog een raam. Natuurlijk gaan we dat ook doen aan de andere kant. En het is ook best wel interessant, vind ik, dat je hebt verschillende continenten. Je hebt Europa, je hebt Afrika, je hebt Azië en Amerika en zo. Alleen vroeger had je niet verschillende continenten, niet... Ik spreek over miljoenen jaren geleden, want al die continenten passen in elkaar. En vroeger had je namelijk Pangea of zoiets. En dat is miljoenen jaren geleden dat heel de wereld was gewoon één groot continent. En ja, na miljoenen jaren geleden, later gaan die continenten namelijk uit elkaar drijven. En dan heb je Europa en heb je dan Amerika en zo. Dat is best wel interessant. Wat stel je voor als... Wereld nu ook nog één grote continent was aardrijkskunde, zou dan veel gemakkelijker zijn, denk ik. Ja, nu ga ik hier even zo'n koerken maken. En in het midden ben ik iets van plan, als jullie wel zien. Ik ben namelijk van plan om in het midden zo'n klein zwembadje te maken. Dus ga ik het zwembadje hier zo maken. Het is echt een mini zwembad, vergeleken met glowstone. Natuurlijk heb ik voor het zwembad water nodig, dus ga ik water daar ook zo plaatsen. En dan kunnen we ook gaan zwemmen. Gaan jullie ook vaak gaan zwemmen? Ik ga vaak gaan zwemmen in het zwembad van Dulbeek, maar het zwembad van Dendermonde en zo. En was ook ergens anders dat ik ook vaak in gaan zwemmen. En zijn jullie ook goed in schaatsen? Want schaatsen, daar ben ik echt heel erg slecht in. Vaak is het dan in Liedekerken dat ik ga schaatsen. Ik ben ook zelfs ook eens één keer op ski-klasse gegaan om te gaan skiën met school. Alleen dat was zo in het noorden van Italië. Alleen echt, ik ben echt een skier. Dat vind ik echt helemaal niet leuk, skiën. Ja, de laatste tijd zijn er ook heel veel mensen online op de server. Dat is eigenlijk ook wel best wel leuk. Het tag maak ik gewoon wel van bricks. Ik heb echt zoveel progress gemaakt op de server dat ik al meer als een stek diamant heb, dus dat is ook best wel leuk. Ik heb ook timelapse doen dat ik even wat klei moet gaan verzamelen, want die heb ik namelijk nodig voor die prikse als het dak. Ja, ik heb ook weer slabs nodig en zo. Nou, hopelijk vind je ook deze stijl van video's maken ook wel leuk, want ja, het is echt een nieuwe stijl dat ik even volledig nieuw probeer te doen. Dus ja, dat wordt nog even wennen. Ik heb even iets fout gedaan met dat. Hopelijk kan ik de fout even hier even herstellen. Dus deze blokjes moet ik echt allemaal mooi perfect plaatsen. Oh ja, ook was er ook iemand op onze school, namelijk
je hebt ook een YouTube kanaal en dat is Fury Games ofzo. Of Fury Games, of ik weet niet meer hoe die zijn kanaal noemt. Alleen is er iemand op school en hij zou graag willen dat ik even zijn kanaal noem in een van mijn video's. Want hij zou graag abonnees bij hebben, want het is iemand op school die mijn video's kijkt. Alleen hij heeft zelf ook een kanaal en alleen lukt het niet echt zo goed. Hij maakt vooral Engelse video's, dus ja, abonneer even op zijn kanaal. Zijn kanaal staat ook in de beschrijving. Wat ik nu doe is even wat klei gaan verzamelen, want die heb ik nodig voor het maken van bricks. Dit is echt dure blokken om mee te bouwen. En ook vind ik ook dit hempje dat ik hier vertraag ook wel leuk. Oppassen voor iets om hier wel mooi ontwikkelen. Daar is klei te vinden, nee helaas. Ook een beetje verder zoeken. Ja, ik weet het vervelende scout dat je er bent. Waar kunnen we het nog over hebben? Ik heb ook gehoord dat de YouTuber Velo Drivers gaat stoppen. Dat vond ik echt heel erg jammer hoor. Velo Drivers was echt de FIFA YouTuber die ik keek. Ik volg hem namelijk al van 2014. Alleen helaas, hij gaat stoppen, dus rip. Echt jammer. Maar ik blijf doorgaan. Ik zal misschien ook wel ooit een moment zijn dat ik ook wel ga stoppen. Alleen dat zal pas waarschijnlijk over 20 jaar zijn ofzo. Want nu vind ik het echt wel leuk om deze video's te maken. En ik heb namelijk ook een bijna grote vakantie. En dan ga ik ook op reis naar Spanje. Dus daar kunnen ook wel leuke vlogs gaan aankomen. En er komt ook binnenkort een nieuwe serie als alles goed gaat. Maar hopelijk kan ik ook even ook snel 500 abonnees halen. Dan kan ik die serie starten. Ja, ik ga hier even al het klei gaan verzamelen in de buurt. Hopelijk vinden andere spelers niet erg dat ik hier even al het klei wegkaap. Maar ja, later kan ik dan misschien een eigen klei shop gaan maken. Dan kan ik mijn eigen klei gaan verkopen. Ja, ik denk dat we het ook wel nu ongeveer bijna genoeg hebben aan klei. Hier is ook een village die al ontdekt is door andere spelers. Iemand heeft een eigen huisje, daar ga je even gaan kijken. Wow, het is niet echt iets speciaals. We gaan even naar spawnen. Ik ga ook de video even afsluiten. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Geef deze video een like en deel hem met al je vrienden. Geniet nog. Doei doei.